can you call that? Who's giving you the power? Who? Chris Reiner is top 5 van de wereld. Dat is echt een topteam. Chris is een van de beste blokkeerders van de wereld en Reiner een van de beste verdedigers. En daarnaast vullen hun persoonlijkheden vullen elkaar aan. En dat maakt het echt een topteam. Onze grootste sportieve prestatie is zeker wel het WK. Om dan op dat moment top te spelen en de finale te halen, dat is wel in ieder geval voor mij het hoogtepunt van mijn carrière tot nog toe. We hebben natuurlijk geprofiteerd van heel veel live televisie, wat voor onze sport waanzinnig was. Want het is een relatief kleine sport en wordt weinig in beeld gebracht. En volle stadions, en, het was mega succes. En dat een Nederlands team dan de finale haalt, dat werkt natuurlijk zeker mee. Dat is een prima weersteken. Wij reizen als beachvolleyballer ontzettend veel. Dat is wel elk jaar naar dezelfde plekken. Dus de toernooien zijn bijna altijd op dezelfde locaties. Het gros van de toernooien vindt plaats in Europa. Ik denk over het geheel genomen dat we iets minder dan de helft van een jaar van huis zijn. Aan de ene kant is het een sleur, het is altijd hotel in, hotel uit, maar het is wel elke keer weer een andere locatie en ik hou er wel van eigenlijk. Ik heb zin in Wiener Schnitzel vandaag, jij dan? Nee. Ah, jezus. Ja, dit is een recovery drank eigenlijk, direct naar de wedstrijd. Dat nemen we meestal binnen een half uur na de wedstrijd in. Dit zijn vooral mineralen die we dan, zeker met warm weer, is dat toch wel, helpt dat gewoon om, dit drinken we dan tijdens de wedstrijd. Dat is geen doping hoor. We hebben in maart in Rio gespeeld, toen was het echt extreem warm en dan drink je dat ook veel meer. Straks spelen we dan is het winter natuurlijk tijdens het spelen. Dus hopen dat het iets minder warm is. Ja, dit is wel een heel groot toernooi. Hier is zeg maar iedereen aanwezig. Het zijn de Grand Slams. Het zijn er meestal 8 per jaar of zo. En dit is het tweede van het seizoen. En het toernooi telt ook nog mee voor de Olympische Spelen. Dus een goed resultaat hier kan je hoger op de lijst in Rio brengen. En nou is dat niet heel relevant, want we zijn eigenlijk al geplaatst. Dus het is niet zo erg om hier niet te presteren, maar natuurlijk willen we het maximaal eruit halen. Reiner is duidelijk echt een van de beste specialisten in het achterveld in de hele wereld. En daarin complimenteer ik hem heel erg, omdat ik aan het net heel sterk ben. Ik ben goed in ballen tegenhouden. Als mensen bal over mij heen moeten spelen, gaat dat sowieso een stukje hoger. Geeft Reiner weer iets meer tijd. Ik ben 2 meter 11. Ja, ik ben denk ik over de Tour gezien een van de 2-3 langste spelers op Tour. Ja, wij zijn een lang volk. Ik denk dat ervoor zorgt dat wij nu een paar goede beachvolleybalteams zijn en hebben. En dat wij duidelijk meedoen in de wereldtop. Ik ben 1,93. Een kleintje. Ik ben al aan het krimpen. Ik ben wat ouder. No! How can you call that? Who's giving you the touch? Who? Who is signing the touch? Who? Incredible!
It's like this over the block. Like this. Twee slag van Doppler, nee, maar, ja, als, ja, dat kunnen, als, ja, dat is meer voor mij, denk ik. Zeker uit stand is het voor mij. Echt alleen voor jou, toch? Wel helemaal, als je diagonaal hebt afgesproken, spring je hem ook nog. In de winterperiode werken we veel met natuurlijk onze twee coaches. Daarbuiten hebben we natuurlijk een medische staf, een dokter en een aantal fysiotherapeuten. Een masseur waar we twee keer in de week langs gaan. Onze videoscouten gaan altijd mee naar de toernooien. Daarbuiten hebben we nog een mentale begeleider, waarbij we communicatie tussen ons heel erg bij te scherpen. Omdat wij zo verschillend zijn, is dat ook een belangrijk aspect voor ons. Ik ben heel direct, dus als ik iets vind, dan zeg ik dat direct. En Reiner die zou veel meer nadenken over de manier waarop je dat tegen iemand zegt. Van hoe komt dat bij iemand anders binnen? Terwijl bij mij gaat het puur om de woorden, om de boodschap. En dat kan bij Reiner nog wel eens verkeerd vallen. Anderzijds begrijp ik Reiner soms niet, omdat hij zegt dat echt nadenkend om hoe dat bij mij binnenkomt. Maar dat komt bij mij dus heel anders binnen. Dus dat is wel lastig. Pijnlijk? Mm-hmm. Nee, je hoeft zeker geen vrienden te zijn. In veel situaties lijkt het gewoon op een huwelijk. Gisteren na de verliespartij tegen Spanjaarden Herrera Gavira. Toen speelde ik zelf niet best. En ik zit een beetje te kutten eigenlijk met mijn service. Dat loopt nog niet lekker. Dus daar ben ik zoekende mee. En Reiner die probeerde daarbij tips te geven. Terwijl we daar in gesprek mee waren. Ook met mijn trainer heel erg. Of met onze trainers. En eigenlijk op zo'n moment heeft het geen zin dat Reiner daar wat van zegt. Omdat te veel input van te veel verschillende mensen, dat werkt voor mij niet. Dus toen zei ik ook tegen Reiner van, ja laat maar, ik los het wel met hun op. En toen dacht Reiner later nog een keer van, ja maar ik zie dit of dat en dat wil ik toch even meegeven. Toen zei hij nog een keer en toen viel ik wel even uit. En toen zei Reiner, nou is goed, dan zeg ik al niks meer. Maar gelukkig hebben we allebei wel door dat dat niet persoonlijk is. Dus op die manier maak ik het ook wel direct weer goed in de relatie. Het is gewoon fijn als je redelijk met elkaar door één deur kan en je respecteert elkaar en je maakt wat lol met elkaar. Nou, dat is bij ons zeker het geval. En dat maakt het makkelijker, maar we zullen misschien niet heel gauw elkaars beste vrienden worden. Ook door gewoon een generatiekloof. Ik zit in wel een hele andere persoonlijke situatie dan Chris op dit moment. Ik ben getrouwd en er is een kind op komst en dat is echt wel een verschil. Leuk je weer even te zien. Ja, goed gespeeld. Ja, ging lekker vandaag. Ja. Ja. Hoe is het met de buik? Hoe is het met de buik? Het gaat heel goed, het blijft groeien. Het blijft groeien? Ja. Onze baby wordt als het goed is geboren 2 weken voor de Olympische Spelen. En als het wel rond de uitgerekende datum is, 1 of 2 dagen ervoor of daarna, dan ben ik gewoon thuis. Dat is in Nederland. Mocht het nou zo zijn dat baby een week na de uitgerekende datum er nog niet is, dan willen wij het inleiden en zo laten komen, zeg maar. Want ik wil niet, we willen niet dat het vlak voor de Spelen er nog niet is en dan dat ik niet weg zou kunnen of zo. Dus 10 dagen voor de Spelen wordt het gehaald. Ja, dat hebben we wel zo vooraf besproken. Dat mijn vrouw topsporter is, zelf ook, begrijpt zij de wereld waarin ik leef heel erg goed. En snapt zij dus ook heel goed dat sommige dingen nu even voorgaan. En of in ieder geval, de bevalling gaat eigenlijk voor alles, maar we proberen het wel zo te sturen. In ieder geval dat de Olympische Spelen niet in gevaar komen. Prima.
als beachvolleyballers leven wij voornamelijk van prijzengeld. Prijzengeld moeten wij dus eigenlijk verdienen in een kort tijdsbestek van 4 maanden, waarin eigenlijk alle toernooien zijn gepropt. Ja, en daar leven wij een jaar lang van. Begin maar gewoon met lekker vrijheid knallen, hè? Gisteren. Het eerste team dat hier eerste wordt, verdient volgens mij $60.000. Dus dat is een aanzienlijk bedrag. Het tweede wordt 43 en zo devalueert het aardig. Dus je moet wel echt bij de eerste 2-3 komen, wil je echt verdienen. En dan moeten we het prijsgeld ook nog de 2 delen. En van de dollar nog naar de euro. Oh, bijna niks dat, over. Dat is niet. Rio, dat worden mijn 5e Olympische Spelen. Dus ik heb wat ervaring hoe dat eraan toe gaat. Dus ik weet gewoon in het dorp, als sommige sporters eerder klaar zijn, dan komen die in een ontspannen modus bijvoorbeeld. Dat is echt wel typisch iets wat je een keer moet hebben meegemaakt. De kunst is dan om je eigen focus te houden op het toernooi. Want je ziet die andere mensen allemaal, die hebben net bijvoorbeeld een medaille gehaald, een judoka. Die zijn toernooi op 1 dag afwerkt en die s'avonds met een gouden plak staat. En dan is het feest in dat gedeelte, weet je wel. Maar we zitten wel allemaal als Nederlandse ploeg in één gebouw. Dus dan is het wel een kunst om geconcentreerd te blijven op je eigen doelen. Het is niet mijn doel om daarheen te gaan om een keer de Olympische Spelen mee te maken. Het is echt het doel om een medaille te halen op het grootste toernooi wat er is in de wereld. Ja, het is altijd leuk. Ja, het is mijn laatste jaar waarschijnlijk, dus ik moet er even van genieten. Straks kennen ze me niet meer. Na de Olympische Spelen in Rio, dan is voor mij, breekt er toch wel een andere tijd aan. Ik ben dan, als het goed is, net vader geworden. En ik heb na 20 jaar topsport, verlang ik ook naar andere dingen. En de kans is, acht ik heel groot, dat ik volledig stop na de Olympische Spelen. We hebben wel eens gezegd zo van, nou, stel nou dat we goud halen, weet je wel, in Rio, misschien dat ik dan nog 1 jaartje door zou gaan. Gewoon om dat als team nog een keer mee te maken. Hè. Dus dan speel je nog een seizoen als Olympisch kampioen. Maar dat is dan ook de enige slag om de arm. Want ja, ik ben gewoon klaar met het topsportleven. Ja, ik begrijp dat heel goed. We speelden in Moskou nog een wedstrijd en de speaker die riep nog om dat Reinder in 1997 Europees kampioen was geworden. Toen zat ik echt na te denken. 97, we zitten nu in 2016. Het klonk gewoon onwerkelijk in mijn hoofd. Dat je 20 jaar als topsporter meedraait. Het is eigenlijk iets waar ik zelf ook van droom. Maar eerst zien dan geloven dat ik dat kan halen. Thank you very much. Thank you.